Mijn naam is Michael Nikluis. Ik ben alcoholconsulent. Dat betekent dus dat ik mensen help om te stoppen met drinken. Ik zelf ben op 17 juli 2011 gestopt met drinken, want ik ben ex-alcoholieker. En ik voel mij ergens genoodzaakt als alcoholconsulent om te reageren op hetgeen wat er momenteel aan het gebeuren is. Want momenteel is er heel veel commotie rond de Marathon Monday. En dat is eigenlijk een Facebook-event waar dat er iemand heeft uitgenodigd dat mensen zich eigenlijk allemaal gaan zat drinken na de examens. En nu is er daar heel commotie rond. Maar ik wil echt meegeven aan de mensen die dat film zien van kijk, maar hoe komt het eigenlijk dat die jongeren zich willen zat drinken na de examens? Hè? Ik wil de mensen vooral in vraag doen stellen en de mensen doen nadenken. Hè, wij leren sinds ons geboorte eigenlijk dat als er een feest is dat er alcohol bij zit. Hè? Als je wordt geboren dan drinkt iedereen. Als het je verjaardag is dan drinkt iedereen. Hè? Op kerstmis drinkt iedereen. Familiefeesten drinkt iedereen. Oudjaar drinkt iedereen. Nieuwjaar drinkt iedereen. En constant worden wij geleerd, ja, als er iets te doen is, dan moeten we drinken. Als er iets te doen is, moeten we drinken. En nu opeens examens zijn gedaan. Ja, wat gaan die jongeren doen? Ja, we hebben het zelf eigenlijk geleerd. Hè? Ik ben nu 28 jaar, ik ben op mijn 25 jaar gestopt. En geloof mij, na de examens vroeger, dat was ook altijd heel veel drinken. Waarom? Omdat dat er ergens bij hoort. Dat hoort er ergens bij, hè? Moet u zat drinken. En het zijn heel veel mensen die zeggen, ja, je kunt wel eentje drinken, eentje. Maar er zijn heel veel studenten die niet eentje drinken. Er zijn heel veel studenten die heel veel drinken. En ik zelf ook, hè? Ik ben ook student geweest. Ik heb zelf ook heel veel gedronken. Maar de onwetendheid rond alcohol, de alcohol naar hart terug is ook, dat is zo groot. De onwetendheid is zo groot. En nu kijken we allemaal naar die jongeren en we zeggen van, ja, ze gaan zich zat drinken. Maar wat hebben wij ze eigenlijk geleerd? En ik voel me ergens genoodzaakt om dat even te vertellen. En wat kunnen we daaraan doen is dat we kunnen hen leren aan de jongeren op de dingen te vieren op andere manieren bijvoorbeeld. Door bijvoorbeeld samen op stap te gaan, door samen activiteiten te doen, door samen te gaan lopen, door samen een massage te doen. Je kunt jezelf belonen op zoveel verschillende manieren. Maar ja, we hebben hen ergens geleerd dat als er een feest is dat je moet drinken. Kijk, ik wil je dat gewoon vooral meegeven dat mensen ook een keer nadenken. Want alcohol zit zo gebakken in onze maatschappij en het zorgt voor zoveel miserie, echt waar. En kijk, met dat filmpje hoop ik dat ik de mensen toch een beetje kan doen nadenken.